Hey, Bart Valkenier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video mooie rijtjes maken met de taptoets. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl. word de taptoets zit daar natuurlijk niet voor niks. Naast de Q vind je een best wel grote knop. En dat is de taptoets. En die doet iets heel erg handigs. Stel je voor, ik heb een boodschappenlijstje: kaasboten, eieren, chips, cola en kaviaar. Nou, dat laatste koop ik nooit hoor. Maar en jou. Stel je voor, kaas kost bijvoorbeeld. En ik ga even iets verzinnen: uh, 2,50 euro. En dan wil ik een euro tekenen voor alt 5. Tada, euro teken. Nou, dat doe ik eventjes met de rest ook. Zo. Ja. Hele dure KVA. <laughs> ja, dit is natuurlijk een leuk uh, lijstje en zo. Maar ja, Kaas is veel korter dan uh, KVA. Die is veel langer, want het is een langer woord. En het is ook veel duurder, natuurlijk. En deze eurotekens staan dus all over the place. En niet netjes in een rijtje naar achteren. Wat ik veel leerlingen zie doen. Die gaan dan hier op spatie uh, lopen drukken. Spatie, 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 heel vaak spatie. En proberen ze op die manier te zorgen dat die eurotekens netjes achter elkaar staan. Maar dat is een onhandige, amateuristische. <laughs> Slechte manier om te doen. De pro-manier is de tabtoets gebruiken. Die zit niet voor niets op je toetsenbord. Naast de Q vind je de grote knop van tap. En als ik daarop druk, dan gaat die ook naar voren. En als ik bij de volgende dan ook op tap druk, dan zit die, die precies netjes onder elkaar. Ongeacht van hoe lang dat woord is wat ervoor staat, altijd op dezelfde plek. En KVA komt een. Zie je, die gaat een klein stukje naar voren. En ik kan nog een keer op tap drukken om wat nog een keer verder te doen. Zo, hoppakee. Dus heb ik overal twee keer op tap gedrukt. Je ziet niet dat hier tab staat, maar dat kun je wel zichtbaar maken door, heb ik in een vorige video, een vorige video ook laten zien. Hier bij start heb je een knopje zitten, lijkt wel een soort van Q'tje. Tada, en dan zie je hier, uh, wat zien we daar? De Dan omdat je hier een uh, zeg maar enter hebt gedaan, dat is allemaal enter. Maar je vindt hier ook twee pijltjes en die pijltjes, daarmee laten zien van, nou het zijn niet allemaal uh, spaties, dat is natuurlijk, natuurlijk stom, maar... Pijltjes van de taptoets. En die taptoets die gaat elke keer eenzelfde stukje verder. En daardoor komen ze allemaal netjes onder elkaar in een rijtje te staan. En uh, ja, en dit vind ik al een heel fijn knopje. Want dan kan ik leerlingen checken om te zien of ze daadwerkelijk tap gebruikt hebben. En niet die slechte methode. Dus dat is uh, super leuk en aardig. Maar stel je voor, je wil master zijn over de afstand die die tap elke keertje naar rechts gaat. Dat kun je doen. Nou, uh, je gaat hier naar beeld en bij beeld, dames en heren, vind je uh, hier een lineaal. En als je dat vinkje aanzet bij lineaal, dan krijg ik aan deze kant een lineaal en aan deze kant een lineaal. En dit zijn letterlijk, die cijfertjes zijn de centimeters van jouw bladzijde. Nou, um, wat je kan doen bij tab, zeg maar, en als ik deze eventjes allemaal uh, terughaal. En in die lineaal kan je een... Klein hoekje zetten en dat wordt dan de tabafstand, zogezegd. Nou, dat wil ik doen voor alle regels, dus ik ga deze hele lijstje even selecteren zodat ik het niet per regel apart hoef te doen. En dan krijg je hier zo'n heel klein, dit is bijna niet te zien misschien, maar een hoekje en een, een lijn, eh, zeg maar zo. Dan zet ik hem bijvoorbeeld eh, even eh, hier neer en dan ga ik dan voor de euroteken staan, doe ik op tab en bam, in één keer schiet hij naar voren. Allemaal op de afstand die ik dus net. Um, heb gezegd. En op die manier kun je dus een heel netjes rijtje maken van deze uh, bedragen. Zo, hier doe ik dan nog gewoon nog wel één spatje tussen. Nou, wat je ook kan doen, is nou, die taptoets is nog steeds actief. Dus je kan ook deze uh, eventueel dan ook nog weer verplaatsen en uh, zo doen. En als ik dat voor alle regels wil doen, dan kan ik dat dus ook op die manier in één keer doen voor alle regels. En, nou, en als ik dat dan eventjes uh, oe, zichtbaar maak, hier zo bij start, met het knopje hier zo, dan zie je dus dat er maar één taptoets uh, tussen staat. En uh, ja, op die manier maak je dus hele nette rijtjes met die taptoets.